wel eens friteuzen naar beneden zien gaan. Ja, met olie en al. Kattenbak. Kattenbak ook hier gegooid. Nee. Vorige keer, ik heb het zelf gezien, ja. Oh, het erg. Alles. Nieuws. Heel Apeldoorn lijkt naar de ratten te gaan, want dit flatgebouw achter mij, daar wonen mensen die denken dat het handig is om hun vuil over het balkon op straat te gooien. Nou, en daar komen natuurlijk wat ongediertes op af. Waarvan er eentje ook daar zit. Dus één grote zooi dat op klaarlichte dag ze gewoon lekker aan het chillen zijn. Net toen wij hier aankwamen, de cameraman die was er nog even niet. Maar toen zag ik hier al allemaal ratten lopen. We zagen er al een stuk of vijf lopen of zo. Ja. Maar die zijn nu natuurlijk verdwenen. Ja, want er is hier bij dit appartementencomplex waar we naast staan, is een grote rattenplaag gaande. Wat vooral komt door de bewoners. Wat is hier aan de hand? Er zijn bewoners die gooien poepluiers, etensresten, gooien ze... Je ziet het hier al, de balkon zit aan deze kant. En dan gooien ze alles over het balkon heen. En dat is letterlijk en figuurlijk voer voor ratten natuurlijk. Dan moet je soms denken aan complete bankstellen, tafels, stoelen. Maar ook gewoon complete vuilniszakken met de inhoud van bedorven etenswaren, incontinentiemateriaal voor baby's, et cetera. Dus, hebben we het over luiers vol met stront? Ja. Nou, ik heb hele delen van meubilair naar beneden zien komen. Matrassen, maar ook vooral veel voedsel, luiers. Van frituurpannen tot zakken eten, borden, stofzuigers, eigenlijk alles. Wel eens friteuzen naar beneden zien gaan. Ja, met olie en al. Kattenbak. Kattenbak ook hier gegooid. Nee. Vorige keer, ik heb het zelf gezien. Ja. Oh, het erg. Alles. Wat zijn dit voor mensen? Want ik denk alleen maar, dit zijn gewoon beroepsasocialen die hier wonen dan. Heel veel mensen die hier wonen zijn echt hele aardige mensen. Met een hele diverse achtergrond. Altijd gezellig. Helaas zijn er ook echt een aantal beroepsasocialen die maling hebben aan hoe het normaal wel gaat. Hoe je het met elkaar fijn en leefbaar houdt. Wie doen dit? Welke mensen zijn dit? Wie doen dat? Dat weet ik niet. Asociale mensen? Dat lijkt me heel duidelijk. Geen idee. Ik zie van alles langskomen en dan ren je heel gewoon naar buiten. Inmiddels durf ik al bijna niet mijn hoofd over die balustrade heen te steken. Maar je bent altijd te laat. Je ziet het niet. Nou ja, ik heb wel eens naar boven gekeken. En er staat een mannetje, die staat zo zijn pannetje leeg te scheppen. Is het niet dat je dan denkt, ik ga even aanbellen en zeg dat hij helemaal niet goed bij zijn hoofd is? Ja, bemoei je met je eigen zaken. Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Of ze spreken geen Nederlands, komt ook heel veel voor. Ik begrijp jou niet. Mensen durven elkaar soms moeilijk aan te spreken. Zijn bang voor represailles. Er zijn een aantal geweldsincidenten in de buurt geweest, helaas. Oh, zoals? Wat is er gebeurd dan? Anderhalf jaar geleden is er een bloempot naar beneden gegooid op iemand. En is diens auto ook in de brand gestoken. Dingen die je niet wil. En mensen zijn daaruit bang voor, als ik iemand aanspreek en diegene die heeft verkeerde bedoelingen met mij, gebeurt mij dat straks ook. Als je op het balkon staat, zie je ook gewoon 10 ratten, 20 ratten. Babytjes erbij, gewoon een hele plag. Meurt hier ook, is niet normaal. Ruikt u dat? Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is echt een soort van stront samen met oud verrot eten. Ja, klopt wel. Ja. Lekker om je hond daarin uit te laten. Ja, niet echt. Maar ja, je moet maar. Wat gaat de SP hier aan doen? Wij willen in ieder geval met de bewoners in gesprek gaan. Waar ze allemaal last van hebben. En we hebben hier over dit probleem eerder vandaag al schriftelijke vragen gesteld aan het college. Anderzijds, misschien kunnen we wat met een anonieme enquête van wat beweegt mensen om dat te doen. Dus een enquête dat mensen gewoon aan kunnen geven zonder dat we weten dat zij het zijn. Van ja, ik gooi mijn spullen naar beneden en dit is waarom ik dat doe. Wij zijn al 2 jaar bezig om een ander huis te zoeken. We zijn met de woningcorporatie in gesprek geweest. Er wordt niks aan gedaan. We kunnen niks voor je doen, wordt er gezegd. Ze zitten erbij, die kun je wel door de stront indrukken. Echt. Ja, jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Heb jij zelf nou een idee voor het Po-nieuws? Laat het ons dan weten. Tip de redactie, dat kan via de link in de beschrijving. En wie weet nemen Reinoud, Slijptom, misschien ik wel, persoonlijk contact met jou op en gaan we samen een video maken. Doe dat en abonneer ook even op het kanaal.